So, goedemiddag. Wat een regenachtige dag vandaag. Maar hier zijn mijn mokara's achterin. Je mag kijken hoe ze aan het groeien zijn. Ik gebruik voor ze alleen maar afvalproducten. Snijken in stukjes, bakoeverschillen en zo. Aardappelschillen. Theezakjes, ijsschillen. Dus dat zijn allemaal de dingen die ik voor de Mokara zet en voor mijn Danrobium. En hier staan ze allemaal netjes in een pot. Ik ken alleen maar drie kleuren, die andere drie kleuren weet ik nog niet. Dus dat is een klein verrassing. Hier gaat er eentje weer bloeien. Hier. En hier. Hier heb ik weer een andere. Dan hier, stevig. Dat zijn mijn dendrobium. Verschillende soorten, kleuren heb ik. Dus ik verzamel. En het regenwater komt heel goed voor ze. Hier ik. Een kokos heb ik dit geplant, vastgebonden. Dit komt door de zon hoor, want het was onder een schaduwgaas met de andere orchideeën, dus dan heb ik het hier gebracht. En de zon heeft heeft de bladeren gebrand. Daarom deze vlekjes. Maar voor de rest groeien ze heel goed. Ze slaan goed aan. De mokara's. Dit had ik ook geplant in een van die porselein bakstenen. En hij groeit al. Dat is een dendrobium. Hier heb ik mijn cattleya's. En dat is het voor deze regenachtige middag.